Ik ga nu praten over in mijn optiek een belangrijk onderzoek. Omdat dit onderzoek iets heel vreemds heeft. Toen ik als jongetje van 14 begon met buizenversterkers, toen deed ik ook al proefjes en ik deed waarnemingen en ik snapte er geen reut en meteut van. En ik heb die proefjes onthouden, ook opgeschreven. Die waarnemingen onthouden, opgeschreven. En het gekke is dat ik eigenlijk mijn hele leven lang bezig geweest ben om het vinden van antwoorden mogelijk te maken. En nu langzamerhand beginnen dus zaken op hun plaats te vallen. Nou, dat onderzoek waar ik nu over spreek is een voorbeeld van iets wat ik heel lang waargenomen heb en nu begrijp ik het waar het ook komt. Dit is de officiële paper die ingediend wordt bij de Audio Engineering Society. Dat is het logo daarvan. En de titel is Low Level Audio Signal Transfer. Low Level Audio Signal Transfer Through Transformers. Conflicts with permeability behavior inside their cores. Nou, de vertaling van die fantastische titel luidt: het doorgeven van kleine audiosignalen door transformers ondervindt een conflict omdat de permeabiliteit van de kern het niet goed aan kan. Wat was het laatste Engels ook weer? Conflicts with permeability behavior inside their cores. En ik heb het nummer nog niet, maar je kunt aan, en dat zeg ik nu even heel duidelijk, www.aes.org gaan. Je kunt gaan naar je kunt gaan naar de 122e conventie. Dat is pas na mei, hè, dat je daar naartoe kunt gaan, want hij is in mei. De 122e conventie. Ja, in Wenen. En dan kun je dus op je beeldschermpje deze paper even opvragen. En dan kun je me ook bestellen en zo. Deze paper die bevat dus de hele theorie en alle grafieken en alle resultaten. En ik heb. Zou je dan even sterker bouwen zonder trappen? Ik ga die discussie na mijn verhaal aan. Na mijn verhaal. Als je nou weet dat vrouwen geld kosten, waarom trouw je dan? Ja. Nou, omdat ze zo lekker zijn bijvoorbeeld. He, dat is toch goed. Dan doe ik het in Wenen en rust nu een publicatierecht op. Ik ga het vertellen, dus je moet nu wat aantekeningen maken. En ik ga het hernieuwd dus in de officiële vakbladen ook publiceren. Maar dan moet ik even een halfjaartje wachten. Want de AES kan zelf zeggen van het zou misschien in de paper terecht moeten komen. In hun eigen paper. En dan hebben ze het eerste recht. Dus daar moet je gewoon even netjes wachten. En dan moet je allemaal netjes doen. Ja? Nou, dat is het onderzoek. En daar ga ik me nou op richten. Want daar is iets heel vreemds met dat onderzoek aan de hand. Want anders was ik er ook niet zo blij mee. Ik ben namelijk de laatste tijd een beetje moe van audio en van elektronica en van steeds hetzelfde doen. Dus ik zoek naar andere wegen. En wat wij tot nu toe doen is eigenlijk steeds hetzelfde. Je hebt een microfoon en dan heb je een of andere opnameapparaat. Teken maar even een bandrecorder of een cd-speler. En dan krijg je een versterker en dan krijg je een luidspreker en dan krijg je een oor. Dat is de manier, want
dan denken we altijd, ja, vanaf de microfoon, wat zijn de eisen van de microfoon, wat zijn de eisen van de versterker en noem maar op. En uiteindelijk komen we dan ook nog een keer bij het oor aan. En er zitten allerlei wetmatigheden tussen, hier en dit vlak is het de microfoontechniek en de akoestiek. Dan de opnametechniek, dan de versterkertechniek, dan de luidsprekerweergavetechniek en dan opnieuw de akoestiek. Voor de overgang van luidspreker naar je oor en ach wat een gedoe allemaal. En we redeneren langs die lijn. Nou, ik draai het om. Ik zeg, ik ga totaal anders redeneren. Ik ga langs deze lijn redeneren. Want, zeg ik, dit gekloterd heb ik nou mijn hele leven gedaan en ik ben daar moe van. En dit vind ik op dit moment leuk. En het verrassende is dat je, omdat je omgekeerd kijkt, je begint namelijk eerst bij de eigenschappen van het oor. En dan ga je eisen dat de apparatuur die in die keten zit, dat wat je oor eist, ook kan. Dus je komt niet met vervormingscijfers van 0,01%. Je bent er absoluut niet eens in geïnteresseerd. Je eist alleen maar mijn oor, kan dat en dat horen, dat weet ik uit de psychoakoestiek. Dan, als de versterker dat goed wil kunnen weergeven, moet hij die en die eigenschappen bezitten. En dat geeft een hele frisse kijk op wat er in apparatuur gebeurt. Het is omgekeerd denken. En wat gebruik ik dan? Nou, ik gebruik dit. Er is een onderzoek gedaan door Fletcher Munson, die gemeten heeft hoe wij geluiden, luidheid, sound pressure level, ervaren bij verschillende frequenties. Hij ontdekte bijvoorbeeld dat we op een sound pressure level van ongeveer 80 decibel, klopt niet helemaal, maar ik doe het maar even voor de leuk nu, dat we ongeveer alle frequenties ongeveer even luid horen. Dus als we een geluiddruk hebben van 80 decibel, dan is dat een hele mooie afluisterlevel, ook voor hi-fi en zo, want je waardeert alles ongeveer gelijk, iedere toonhoogte. Ga dan wat harder, dan krijg je hier au, noem ik dat dan maar. En dan gaat hij dit soort gedrag vertonen. Dan daar heb ik het ergens niet over. Ik bedoel, dan zit je op hoge niveaus te werken en dan krijg je pijngrensproblemen en doofheid. En als het even pulsen zijn, dan is het niet erg, maar continu is het niet zo verstandig. En je hebt een soort ondergrens en daar ga ik me nu op richten. Ja, en dan geeft hij hier nog even een dipje en dan gaat hij zo weer omhoog. Dat dipje dat zit bij 4 kilohertz. En die ondergrens, die heet de threshold. Ja. Kunnen moeders de kinderen goed herkennen? Of audibility. Dus dat is de grens van wat wij kunnen horen. Nou, bij 1 kHz is dat genormeerd. Dat is dan 0 dB. En bij 20 Hz beginnen we het pas goed te horen als het een dB of 70 is. En zo ook bij 20 kilohertz moet je zelfs al 70 decibel geluidsdruk de ruimte sturen, want anders hoor je het niet, ook leeftijd afhankelijk. En er is nog een dippeltje eronder, dat is bij 4 kilohertz. Dan zit je op min 4 dB SPL. En dat is de ondergrens. Nou krijg je dat sommige mensen zeggen, ja, maar ik kan beter horen dan die ondergrens. En dat heb ik heel zorgvuldig onderzocht. In samenwerking met Ronald Aerts van Philips Natlab. Nu is hij professor, deeltijdprofessor in Eindhoven hier. En ik heb hem die vraag ook voorgelegd. Hij zegt, nee, maar dat kan niet, want mensen die onder die 0 decibel grens, die threshold zouden horen, die zouden het botsen van de luchtmoleculen tegen elkaar kunnen horen. En daar word je natuurlijk ook een beetje gek van. Dus dit is een soort natuurlijke ondergrens van lager horen we niet. Dus ik neem voor mijn onderzoek nu aan, natuurlijk is iemand doof, dus hebben we pech gehad, maar ik neem aan dat met normaal horende oren wij ongeveer allemaal dezelfde ondergrens hebben.
van wat we nog net wel, net niet kunnen horen. Wat is dan een luisteraar, dat beantwoord ik nu alvast op voorhand, met gouden oren? Dat is iemand die zich op het geluid kan focussen. Die het kan onthouden. Die het kan herkennen. Zelfs bij de threshold. Dat is iemand met gouden oren. En die verschillen in geluidsstructuur kan herkennen. Het ligt niet in de threshold, maar het ligt in zijn vermogen om zich te focussen en te concentreren en te herkennen en te beschrijven en noem maar op. Dus mijn conclusie is, die threshold die ik hier teken, dat is een absolute ondergrens en de versterker moet in staat zijn om die threshold goed weer te geven. Prima. Oké. Dan ga ik, als dit vaststaat, met deze threshold rekenen hoe hard die luidspreker dan moet spelen. Maar dan weet iedereen, dan moet ik wel eventjes het rendement van de luidspreker in beschouwing nemen. Want de ene maakt, een hoornluidspreker maakt al 105 dB als iedereen wat in stopt, dus een heleboel. En de gewone dynamisch ongeveer 90. En ik moet ook de afstand tot de luidspreker moet ik in oorsprong nemen. Nou, ik neem aan als voorbeeld dat ik op een afstand D van 1 meter ga luisteren. En dat ik werk met een luidspreker met een efficiency van 90 dB per watt-meter. Dan kun je je voorstellen dat ik uit die SPL-gegevens, die luidheidgegevens van de ondergrens, kan berekenen hoeveel vermogen die versterker heeft moeten leveren. Dat wordt dan een volgende grafiek, waarbij ik als functie van de frequentie het vermogen bereken. En schrik niet van de getallen die ik nu ga publiceren. Dat loopt van 0,01 watt tot 10 tot de macht min 10 watt. En daar zit zo die grafiek in. Kun je je voorstellen, als wij op die ondergrens van ons gehoor leveren, dan moet die versterker nog steeds presteren. Maar had je een indruk dat dat dan een tienduizendste miljoenste watt is en dat wij dat kunnen horen? Gadverdekloot. De voorwaarden die pak ik straks stuk voor stuk aan. Stuk voor stuk. Eerst het schone onderzoek. Eerst netjes redeneren. Van daaruit kan ik ook concluderen dat als die luidspreker een 4 ohm luidspreker is geweest, welke spanning ik dan over de luidsprekerklemmen had moeten staan. Nee, sorry. Even een kort tussenverhaal. Hier zit een uitgangstrafo tussen. Want ik focus me nu op die uitgangstrafo. Sorry. De primaire spanning. Dus niet de luidsprekerkantspanning, maar de primaire spanning van de luidspreker ga ik uitrekenen. Ik ken de winningsverhouding. Ik neem een voorbeeldtransformator uit mijn eigen domein, die ik helemaal precies ken. En ik reken dan uit met welke spanningen ik te maken heb. Over de primaire, dus aan de buiskant. Hè? Goed blijven luisteren. Nou, die spanningen die lopen dan ongeveer van 1 volt tot 1 millivolt. Dus let wel jongens, bij 4 kilohertz waar het oor het gevoeligst is, hoef ik maar ongeveer door de buizen 1 millivolt aan spanning te laten leveren om dat geluid op die onderste gehoordrempel goed weer te laten geven. Nu kan ik een stap verder gaan, zeg van nou, nu heb ik die trafo. En die heeft een dwarsdoorsnede, aangegeven met A. En die heeft een magnetische weglengte, L-core.
En die heeft een fluxdichtheid. Die kan ik ook gaan berekenen. Want er is een formule dat B, de fluxdichtheid, wat ik aan magnetisme in de kern krijg, is die primaire spanning maal wortel 2 gedeeld door 2 pi f np a. Nou, de dwarsdoorsnede die ken ik wel. Het aantal winningen wat ik in mijn trafo stop, weet ik ook. Ik weet bij welke frequentie ik kijk. Ik weet welke spanning die erbij hoort. Ik kan die dingen allemaal vinden. En dan is het echt schrikken geblazen. Even kijken. Dan vind ik een grafiek die weergeeft de frequentie, maar dan de magnetische fluxdichtheid in de trafo. En die loopt van 10 min 1 tot 10 min 9 tesla. Mag ik er even op wijzen dat het aardmagnetisch veld zich ongeveer daar bevindt. En dan krijg je weer zo'n kromme. Conclusie, je werkt in de uitgangstransformator, als ik die onderste levels goed weer wil geven, met magnetische fluxdichtheden, B, die uiterst gering zijn. Dat zijn krankzinnig kleine waarden. En toen ik dat ongeveer door had, ik ging er vanaf een andere hoek ging ik erin natuurlijk, want dit is de logische lijn, maar een mens denkt niet logisch. Maar ik voel er wel aan van, als je in zo'n kern met zulke verdomd kleine magnetische krachtjes werkt, terwijl je weet dat er allemaal magnetische elementjes in zitten die elkaar voelen en die ze allemaal naar elkaar richten, hebben die kleine magnetische krachtjes dan nog wel de power om de structuur van die kern een beetje te richten? Kunnen ze dat nog wel überhaupt? Of kunnen ze dat helemaal niet meer? Nou, ik werk met krankzinnig kleine krachtjes. Dat is gewoon wezenloos klein. Ze zijn echt reëel. Je kunt het helemaal zo terugrekenen. Nou, de databoeken heb ik vervolgens opgezocht. En toen ben ik gaan kijken naar de permeabiliteit, wat een maat is in de kern, over hoe goed die magnetische gebiedjes zich kunnen richten. En de databoeken heb ik daarvoor opgezocht. Nou, die geven zo'n soort grafiek. En dan moet je hier denken aan 2 tesla. En hier aan 0 tesla. En het maximum, afhankelijk van je soort staal, ligt er ergens in het midden. En de permeabiliteit, die ook afhankelijk van het soort staal, maar ik geef dat richtwaarde, moet hier denken aan 10.000 of zo, wat je aan polarisatie van dat magnetische materiaal kunt krijgen. Nou, dit ken ik allemaal wel, dat ken ik door en door, dat hoge bereik, hè, want dat is gewoon standaard voor ringkernen, voor EI en dergelijke, dat is helemaal niet interessant. Maar waar ik nu zit te werken, is hier. En daar is geen data over beschikbaar. Slechts één handboek geeft dat heel duidelijk. Het Handbook of Physics and Chemistry geeft één ondergrenswaarde bij 0,02 tesla en zegt dan dat de residual perm een bepaalde waarde moet hebben. Nou, dat is dus ergens in dit gebied, maar dat zijn te weinig meetpunten voor mij om daar zinnigs iets over te kunnen zeggen. Dus ik ben zelf metingen gaan doen. En die metingen, die heb ik, en die waren moeilijk hoor, die liepen van 10 min 9 tesla tot 10 min 1, nee, afgeleide metingen met geïsoleerde symmetrische microvoltversterkers. En de relatieve permeability, die liep, omdat ik die hele schaal wilde pakken, van 10 tot de vijfde tot 100. En wat meet ik dan? Nou, dan meet ik zoiets. En een ander staal, dat meet dan zoiets. En hier pas begint het Handbook of Physics and Chemistry iets over te zeggen. En dat is de laagste meetwaarde die ik had. En die andere heb ik allemaal zelf moeten bepalen om er inzicht in te hebben. Nou, en nu komt levensgroot mijn zorg naar voren. Want bij hele zwakke velden, waar dus die ondergrens van het gehoor een rol speelt,
Is die permeabiliteit van de kern laag? Behoorlijk laag. En mijn vraag is, is hij wel hoog genoeg om die kleine signaaltjes nog weer te kunnen geven? Nou, uit de rest van mijn onderzoek blijkt, nou nee, nee, is hij niet. Maar hoe dat dan zit, dat gaan we nu bepalen. De zelfinductie van de primaire is mu0 maal μr maal n p in het kwadraat maal a gedeeld door l koor als je een ringkern neemt. En daar zit geen spleet in. Dus je kunt je voorstellen dat ik uit dit figuurtje, omdat ik die permeabiliteit ken en omdat ik het aantal windingen ken en enzovoort, 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 kan afleiden wat dan die zelfinductie wordt. Ik ga dit allemaal combineren en dan kom ik met zo'n grafiek eruit. Die zelfinductie als functie van de frequentie op het threshold, die heeft dit gedrag. Die stort gewoon letterlijk in. Die begint bijvoorbeeld bij 300 hier. Dus voor mijn trafo is dat een heel normale waarde. En die eindigt ergens bij 7. Dus die zelfinductie, afhankelijk van de frequentie en dergelijke, is een hartstikke klein ding geworden. En mijn vraag is, is die nog wel groot genoeg? Dat is nog steeds dezelfde vraag. Is die nog wel groot genoeg om die frequenties door te laten? Nou, dan kun je een volgende stap maken in je onderzoek. Zeggen, ja, hoe kan ik erachter komen of die zelfinductie die frequenties nog door kan laten? Nou, dat is dit. 307 had je, hè? Wat? 300 in lager. 7, ja. Ja, ja. Daarvoor moet ik eerst even een modelletje hebben. Weet je, het modelletje is dit van een push-pull versterker. En dan V0. En dat kan ik veranderen door dit model. LP, RI en RI. En hier zit dat spanningsbronnetje. En ik weet dat dit een filter vormt, een zogenaamde high pass, waarvan de F-3 gegeven wordt door 2 maal RI, ik heb twee buizen, gedeeld door 2pi FLP. Kijk nou eens wat er gebeurt. Die LP die staat hier in de noemer. Hier moet hij even uit. En die stort in elkaar. Dus dan wordt F-3, die wordt steeds hoger. Het kan wel eens zo zijn dat als ik bij een bepaalde frequentie op de thresholdgebied verwacht dat die weergegeven kan worden, dat dan met het brekende veld en de brekende zelfinductie en de gemeten toestand, dat die trafo zegt, nee, dat kan ik helemaal niet, want daar zit ik al te verzwakken. En wat is dan de consequentie? Dan duik ik dus onder die threshold. Forget it, je hoort het niet meer. Dan is het afgelopen. Dan wil dat niet. Nou, toen ben ik dat gaan uitrekenen voor, en nu kom ik naar de externe omstandigheden, toen ben ik dat gaan uitrekenen voor een heleboel versterkers. Ik ben begonnen met een push-pull pentode op 1 meter afstand en ik ben gaan uitrekenen welke extra verzwakking delta er als functie van de frequentie zou optreden ten gevolge van dit probleem. Dus frequenties die goed weergegeven worden, die staan gewoon nul. Want dan is er geen verzwakking in die trafo. Dus die thresholdlijn is hier even een rechte lijn geworden. Zie je dat? Want daar, er is geen extra verzwakking. Delta is de extra verzwakking. Nou, wat blijkt nou? Een pentodeversterker op 1 meter afstand beluisteren laat dit zien. Tussen 20 hertz en 1 kilohertz treedt er op die threshold een verzwakking op in de orde van 3 à 4 decibel. Als ik op 1 meter afstand luister. Doe ik dat met een triodeversterker? En dan pak ik even een rode stift om het onderscheid voor jullie duidelijk te maken.
dan doet hij dit. En met onze boerenlogica kunnen we dat volledig snappen. Want een triodeversterker heeft een kleinere RI. En daardoor schuift die frequentie wat omlaag en daardoor heb je er minder last van. Nog een proefje. Ik ga staan op een afstand van 3 meter. Ik ga verder weg dus. Dan krijg ik dit. Het is weer push-pull pentode. Ten aanzien van daarvan vergelijk ik steeds. Dan is het nog maar 1 dB geworden. Verzwakking. Wel hetzelfde gebied, maar het is nog maar 1 dB geworden. Hoe komt dat? Als ik op 3 meter afstand ga staan, dan moet ik voor dezelfde luidheid de versterker harder laten draaien. En dan trek ik hem weer uit dat microgebied weg. Goed. Nu nemen we een pentodeversterker, push-pull pentode, met een hoorn met een rendement van 105 dB per wattmeter. Kijk wat er dan gebeurt. Nou, dan krijgen we dit figuurtje. Min 10. Zelfde bereik. 20 hertz. Wat 1K. En toen dacht ik van ja, ben ik nog helemaal gek of is iemand anders gek? Hoornluidsprekers klinken toch zo mooi. Dus ik nou direct met een mooie buisversterker van mij naar mijn vriend toe. En die heeft hoornluidsprekers en die klinken fantastisch op mijn luidsprekers. En ik, die versterker zonder tegenkoppeling, push-pull, pentode geschakeld, even goed voorbereid, klonk nog steeds mooi op mijn eigen luidsprekers op de hoorn aansluiten. Let op de micro details. Weg. Want omdat de luidspreker zo veel rendement heeft, gaat de versterker extra zacht staan. Om dezelfde luidheid te krijgen. Dus ook dat werd subjectief gewoon bewezen. Maar mensen vinden hoornluidsprekers toch zo mooi? Ja. Is dat zo? Ja, ja, dat is zo. Maar dan moet je het wel even met een triode doen, alstublieft. En wat krijg je dan? Heel klein dipje, bijna niks. Single ended dan alstublieft wel even. En dan klopt het weer helemaal dat dat huwelijk tussen een hoornluidspreker met een hoog rendement en een triodeversterker met single ended. Dat geeft inderdaad geen verzwakking op dat micro gebied. Die doet het niet. Dan kun je ook nog zeggen van ja, in het hele verhaal speelt de impedantie van de luidspreker ook nog een keer een rol mee. He, want ik heb zetgever gezegd dat het 4 ohm zou zijn. Wat gebeurt er als ik een echte luidspreker aansluit? Ik zit weer op mijn speaker van 90 dB. Ik heb weer push-pull. Ik zit weer op 1 meter. En ik heb dit als impedantie krommen. Zetlood. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je dit. Ongeveer, even kijken naar de schaal, min 10, ja, 0. En weer tussen 20 hertz en 1K, wat er een extra verzwakking optreedt. Dus ook die impedantie van die speaker, die geeft killing factor. Dit is een argument wat pleit voor het feit, wat je ziet bij speciale luidsprekerontwikkelingen, dat men de impedantiecurve corrigeert. Want dan treedt dit niet op. He, dus men zegt dan ook, je hoort meer details, ja, aan mijn neus. Dat is gewoon dus nu ook aangetoond, dat dat zo is. Nou, dan kun je vervolgens, en dan gaat het nu te ver, want dan kun je nog de kernconstructie meenemen, de kernmaterialen meenemen, wel of niet een spleter in, en al die dingen heb ik allemaal keurig netjes doorgerekend. Ik heb het allemaal geïsoleerd doorgerekend en gewoon gekeken wat het is. En het meest opvallende, daar kom ik dus nu, want ik duik al naar de conclusie toe. Het meest opvallende wat je kunt concluderen uit dit geheel is, ik sta versteld over de koppeling tussen wat ik subjectief hoor en wat deze theorie vertelt. Ik heb tot nu toe in mijn waarnemingsveld nog geen conflict gevonden. En dat is ook de reden dat ik het publiceer. Want ik wil heel graag dat mensen komen met... Goed, toen was ik op het Europese Triodefestival 2006, hier vlakbij.
december ongeveer in die hoek. En toen liepen daar een aantal grootheden rond. Toen heb ik deze lezing in iets andere vorm heb ik er ook gehouden met de uitnodiging. Van nou ja, we zijn nu 3 dagen bij elkaar. Wil je er eens over nadenken? Gewoon feedback geven aan me. Want misschien ben ik aan het kloten. En ik word graag gecorrigeerd. Nou, er zijn heel veel mensen op me afgekomen. En een van die mensen die zei... ik weet dat uit mijn werk met bandrecorders. Want... Ja, daar kom ik zo op. Maar ook met de materiaalkeuze van de koppen van bandrecorders. Daar liepen wij daar tegen dit effect op. Dat in een bepaald domein, afhankelijk van de soort van het bandmateriaal en van het kopmateriaal, er een instorting niet bij 20 hertz plaatsvond, maar ertussenin ergens. En we hebben nooit begrepen waar dat aan zat, maar jij toont dat dus nu hier aan. En Morgan Jones, die heeft ook zo'n mooi boek geschreven over buisversterkers, die zei van ja Menno, het is volledig herkenbaar voor mij, want ieder effect wat niet constant is, maar amplitude afhankelijk en frequentie afhankelijk, dus niet constant, hè, het is alleen de threshold dit de rol speelt, dat ken ik door en door, want dat herken ik heel snel. Effecten die constant zijn, dat geloof ik wel, daar heb ik geen last van. Maar dit zijn soorten variaties die ik heel scherp ook in hoor. En om een andere proef te doen, ik heb trafo's genoeg, dus ik heb trafo's gemaakt met allerlei soorten staal. En het is altijd dat microsignaal gedonder wat het verschil is. Het gaat niet om de vermogens. Het gaat niet om het frequentiebereik. Het gaat alleen om het staal. En de trafo's qua aard verschillen alleen maar in hoe goed ze in staat zijn om microdetails weer te geven. En dat hangt dan... Wat zeg je? Amorfe materialen heb ik weinig mee geëxperimenteerd, want dat heb ik niet in ringkernen. Dus daar heb ik wel eens een keer wat proefjes mee gedaan, maar ringkernen ken ik helemaal door en door, dus daar kan ik goed over praten. Koppeling tussen deze voorspelling en de berekening is tot nu toe 1-op-1. Ja, dan denk ik ook van, dan durf ik ook dus dit te presenteren. En ik begrijp het ook. Want ik begreep het eigenlijk eerst en toen ben ik het later maar eens gaan uitrekenen. Ik voelde het gewoon aan dat dit effect er ergens in zat. En het zit er dus ook in. Dat is essentie. En wat is voor mij nu de essentie? Nou, ik heb nu een proefje opstaan en het is een killing proof. Ik heb bij de meest moeilijke frequentie, wat hadden we gekozen? 20 hertz, hè? Waar de trafo het meeste zwaar op zijn dak krijgt. Ga ik nu een proefje laten doen. Wat helemaal over dit onderwerp gaat. En dat is dat dit meetapparaat voor mij een meting gaat doen. Ik heb hier een versterker. Daar zit die trafo van mij in. Die is belast met 4 ohm. We meten V in. En we meten V uit. En dat stoppen we door een filter. Dat geef ik even zo aan. En dat filter dat staat op 20 hertz. En bij 10 en bij 30 hertz is het al min 60 decibel. Dat filter zit er even tussen, omdat ik anders misschien van bromresten in mijn versterker last zou hebben. Net brom van 50 hertz. En wat doe ik dan? Dan laat ik het ingangssignaal V in. Waar beginnen we? Min 40. Millivolt? dB volt. Min 40 dBV tot min 140 dBV teruglopen. Nee. Dat is gewoon door ons geprogrammeerd. En het uitgangssignaal, hij is niet tegengekoppeld. Waar zit dat? Vanaf 0. Ja. Min 100. Min 120 dBV. Dus dan omvat ik helemaal dat gebied. En als het zo is dat mijn versterker goed is en dat de trafo niet in elkaar stort, dan 40, dus een 100 gebied, dan moet keurig een rechte lijn uitkomen. 0 begint hij hier, moet hij bij. Doe ik het goed? Ja. Min 100 moet hij hier terechtkomen. Want hij gaat van min 40 naar min 140 dBV. En die proef die gaan we nu zetten. Want als mijn trafo in elkaar stort, dan moet er dit gebeuren.
Want dan kan hij het niet meer. Vanwege de permeabiliteit. Dan gaan we eens kijken hoe dat doet. De versterker staat aan, de tegenkoppeling is eruit gehaald. Ja. Hoezo? Heb je er last van? Dat is niet zo mooi meer als de vorige keer. Oké. Ja, misschien dat we de draden gewoon echt langs elkaar parallel moeten leggen. Dat probeer ik nu. Ja, juist wel. Ja, altijd. Ja. Je hebt geen ground loops. Je moet ze heel langs elkaar parallel leggen. Ja, ja, dan sluit je geen oppervlak in. Je hebt geen grounds meer aangezet of zo. Eigenlijk juist meer dat die rommel misschien eerst rommel oppikt. Hè? Nee, hoe kleiner het oppervlak ingesloten is, hoe moeilijker hij het heeft om op te pikken. Ga je nu nieuw meten of is dit een oude meting? Dit is bij een frequentie van 20 hertz dat die meting plaatsvindt. Het gebied wat hij moet omvatten, even voor de duidelijkheid, is overigens 80 decibel. Hè? Dat is het werkgebied van de SPL. Maar ik heb maar tot 100 dB laten doorlopen om te kijken van wat er... Oh, daar komt hij. En de meting verloopt traag omdat we zoveel mogelijk ruisinvloeden kunnen elimineren door langere tijd per stukje te meten. Hij neemt een bepaalde sample tijd. Hè? Hij is op 20, hey, moet je even luisteren. Hij is op 20 hertz ingesteld. Per meting 3 seconden. Nou, ga maar naar hoeveel golven die pakt. Okay. Ja, nu heb je het. Dus dat is 63 samples per... Ai! Hey! Hey! Nou. Jij schreeuwde, dat gaat niet zo goed. Nou, dit is herhaald dat we dit zien. Hij gaat dus niet naar beneden, maar gaat horizontaal lopen. En ik ben bang... En daar zouden we nu een hele langdurige analyse los moeten laten, omdat ik toch nog een 50 hertz residu binnenkrijg hier. Dat is verklaring nummer 1. En verklaring nummer 2, de versterker ruist niet alleen bij hoge frequenties, maar ook bij lage frequenties. Dus wat is zijn eigen ruis bij 20 hertz waar we nu tegenaan lopen? Dat zijn de twee verklaringen. Maar ik zelf, als ik nu weer voor eigen parochie mag praten, ik ben uiterst trots met dit resultaat. Hoe ver ik downwards kom... naar beneden toe, dat ik tot aan dat threshold level haal ik mijn eisen met die Travo. En daar ben ik al heel erg blij mee, want ja, ik heb niet voor niets jarenlang op stalen gestudeerd. Nee, is niet voor niets geweest. De meting zou nog beter geweest zijn bij 70 hertz, maar dat was weer door, dan haalde het filter het niet. Dus vandaar dat we nu maar bij 20 hertz zijn gaan zitten. Ja. Bijvoorbeeld. Als dan bij 70 hertz klaar waren. Ik heb daar, Peter, eigenlijk niet voldoende tijd aan kunnen besteden. Want we zijn 2 uurtjes bij elkaar geweest om het voor te bereiden. En daarna had ik weer allerlei andere dingen liggen en het meetapparaat niet, want ik kan het niet bedienen. Dus je koopt niet alleen een meetapparaat, maar ook iemand die het bedient. En dan zien waar de ondergrens ligt. Ja, dat vind ik een heel reëel voorstel. Ik wil het wel even doen. Ja, dus dat je geen ingangssignaal heeft, dan moet je daar de plug loskoppelen. Dus de uitgang. Staat die wel een bouwt nog aan? Die dan weer van het uit? Staat de respondeerbouwt nog aan? Nee, die is uit. Oké. Okay. Ja. Dat is een stomme bron, daar word je niet goed van. Nee, maar we gaan even kijken wat hij doet. Ja, kijk.
Ja, het is een reis zonder grens, chef. Lijkt er heel erg op. En het is niet een constante reis, het is stochastisch verdeeld. Nee, maar het is gelijk verklaard. Dat is het mooie ervan. Heb je iets uitgezet of zo? Ja, de kabel. Hij haalde de kabel los. Oh, oké. Okay. Dus het is geen meetapparaat, Les. Nou vind ik zo'n soort ruis niet zo erg, want die triggert normaal de hersenen. Dat mag wel op zo'n laag level. En helemaal ruisloos moet je ook niet eens willen, dat is heel kaal. Een heel laag ruisniveau is nooit negatief, dat is positief, dat mag wel. Ja. Deze meting heeft het karakter van een lineariteitsmeting van een AD-converter. Of DA-converter. En ik heb nooit gedacht dat ik zoiets ook voor buizenversterkers nodig gehad zou hebben. Maar nu ik mijn uitgangstrafo's als granular pots ga beschouwen... Ja, blijkt dat ik daar ook een soort kwantisatie dus tegenkom, waar ik dus rekening mee moet houden nu. Ja. Oké, okay, nou, dat is dus verder helder. Ja, dat beëindigt eigenlijk mijn verhaal en ik hoop ook dat jullie daarmee een beetje gevoel hebben gekregen, even specifiek naar die uitgangstrafo's krijgen, dat daar ook een heleboel miezertjes zitten. Die zelfinductie is niet constant, die permeabiliteit geeft moeilijkheden... Trafo maken is een kunst, hoor. Ja. Ik heb nog één opmerking. Ja. Mijn huiskamer, en ik heb een hele stille kamer, daar haal ik 35 dB. Ik zit dus 35 dB boven de threshold bij de Ja. Test. Ja. Ik zit ook hier helemaal nooit tegenaan. Nee. En ik tact mensen die hier een kamer hebben van 20 dB. Ja. Die zijn er niet. Ja. Nu snap ik jouw opmerking, want dat is je L-equivalent noise die je in jouw kamer hebt. En dat snap ik, want nu kan ik het plaatsen. Het ruisniveau kan wel zo zijn, maar de psychoakoestiek doet ook onderzoeken naar waarneembaarheid van gestructureerde signalen onder het ruisniveau. En jij weet uit de zend- en ontvangsttechniek dat je gewoon in een ruissignaal, waar je op het zicht al... Goed. Prima. Prima. Ik gebruik ESL. Ja, maar ik nu ga ik naar mijn tweede bezwaar toe, als je het goed vindt. Want ik mag graag met jou discussiëren. Die L-equivalent noise curve, die is frequentieafhankelijk. Dat is geen getal. Dat is een getal wat hoort bij een bepaalde curve. En die curve volgt toevallig wel even de oorcurve. Dus als jij een 30... equivalent noise hebt, moet je even weer terugkijken wat hij zegt bij 1 kHz en 4 kHz en bij 20 Hz. Bij 20 Hz zal het helemaal geen probleem zijn. Nee, want de curve die ik overal opmeet, de noise curve is altijd zo. Altijd zo'n curve. Maar waar komt dat getalletje van 30 vandaan of 20 of 10? Dat moet ik even weer opzoeken, maar we moeten niet de frequentieafhankelijkheid vergeten. Mag ik daar nog één opmerking aan toevoegen? In Australië is iemand naar aanleiding van mijn lezing direct aan het werk gegaan en die heeft hoogfrequent bias op de trafo gezet. Ja, en de resultaat, want dan zorg je dat je in een voldoende groot permgebied terechtkomt. En dat heeft hij bij 50 kHz gedaan, wat een verstandige keuze is, want dat is meer dan twee keer de samplingfrequentie van de cd, dus dat is ook goed. En hij bericht mij, en ik vertrouw die jongen, dat opmerkelijke microdetailverbetering geeft. Nu kan ik dat natuurlijk niet beoordelen, want ik weet niet wat voor trafo's zij zitten. Maar het feit dat je er iets aan kunt doen, dat vind ik wel interessant. Ik zal de namen even noemen, want die staan hier in die paper. Ik denk, ik zal die namen direct maar even aan mijn paper koppelen. Want anders zeggen ze nog dat zij het uitgevonden hebben. Dat was... Joe Rasmussen, Custom Analog Audio. En ik heb met dit onderzoek gesproken met die Joe en met Tim de Parificini, die is ook heel bekende ontwerper uit Londen. En Morgan Jones, dat is die jongen die ook zijn buizenboek geschreven heeft, ook heel bekend wereldwijd, ook een Engelsman. Ik moet zeggen dat we heel erg gelachen hebben, heel erg veel plezier hebben gehad.
naar verhouding erg veel wijn en bier gedronken, moet ik ook zeggen. Het was gewoon erg leuk dus. Maar in ieder geval, het werd bevestigd. Laat ik het zomaar even kort samenvatten. Nou, dat eindigt het formele deel van mijn voordracht. Maar misschien leven er nu nog wat vragen. Dus dan ga ik daarop in. Wat zeg je? Oké. Even de formele vraag die hier, jongens, want ik hou het nog even centraal. Hier wordt de vraag gesteld van waarom werk je niet met OTL, dus Output Transformerless. Waarom heb je die trafo's nog steeds daar zitten? Ja, ik leef ervan. En het tweede is, ik heb al OTL gehoord en ik vond het mooi, maar ik heb er nooit functioneel onderzoek aan gedaan. Dus als iemand OTL wil, mijn zegen heeft hij. En dan moet hij eerst het nieuwe boekje van Peter Dieleman kopen, want dan moet hij niet een bepaalde soort buis gebruiken, want dat is toch wel dikke ellende waarop dat werkt. En Peter analyseert dat ook helemaal. Dus Peter, hoe lang moeten we nog geduld hebben? Oh ja. Nee. Ja. Nee, dat is helder. Maar ik zeg het even heel bewust, want Peter heeft dus wel heel functioneel en heel diep daarna gekeken. En als je dan toch die richting van OTL uit wil, is het best zinvol om even te wachten op wat hij aan resultaten gevonden heeft. Want ik verwacht daar zelf heel veel van. Oké. Volgende vraag, ja. Algemene vraag. Ja. Eindviewer met een single ellen tafel. Met een blauw, het spanningsverlies van de onderste weerstand van de primair. En dan staat op de anode staat de voedingsband. Maar er staat een ohmse belasting, laten we spieken. We hebben dus primair die ook ik zie de ohm zitten. En toch komt een voedingsspanning. Boven mijn sinus van aanhoudelijke boven mijn voedingsspanning. Ja, en waar komt dat vandaan? Ja. Ja, dat vind ik een hele reële vraag en dat antwoord is dit. Ik teken de karakteristieken van een triode. Ik teken je instelpunt. Nu ga je de spanning op de anode verlagen. Dan volgt hij een helling die gegeven wordt door de primaire impedantie ZA. Omdat je een sinus hebt, ga je nu de andere kant weer op. Maar nu zit er magnetisme in de kern. Je laat de stroom verlagen als het ware. En het magnetisme in de kern gaat de inductiewet volgen. De verlaging van de stroom gaat hij met zijn magnetisme tegenwerken door een inductiespanning op te wekken. Ja. En dus krijg je dit stuk erbij. Dat is hem. Volgende vraag. Ja. Ik heb meer een mededeling. We hebben van die prachtige grafiekjes gezien van Spectrum. Ik heb begrepen dat het een vrij duur apparaat is. Dat is 18.000 euro. Zo. Maar in die orde van grootte. Er zullen niet veel mensen zijn die zich dat kunnen permitteren. Maar ik maak ook zulke grafiekjes. Maar misschien iets minder mooi. Met een apparaatje van 100 euro.
USB-soundkaart, extending en software van dit soort. Het is een heel mooi programma. Er zijn er trouwens meer. Ik dacht dat er een tijdje terug in het hier ook iets gestaan. Ja. Er stond er ook het verhaal op dat dit van Spectrum was. Zo zou het ook kunnen zijn. Om naam moet je zeggen. Helaas. Google maar eens op Spectrum Lab. Sorry? Maar dan maar de Spectrum Lab. Op zo'n laag niveau moet meten met dat systeem. Dat valt nog reuze mee. Ja, maar dat ik ook dat hebben we inmiddels gezien, want andere metingen tegen altitude zullen dat kunnen. Veel dingen kan je doen inderdaad met een uitgebreide soundkaart. Maar ja, het is niet helemaal één op één te vergelijken. Het is niet één op één, maar ik zeg de kwaliteit van de spectrale zuiverheid en zo. Ja, ik vind dat ook voor ons arme amateurs, ja, ik ben dan weer zakelijk daarmee bezig, maar ik ben ook in wezen nog steeds een amateur, want dat is de drive die ik heb. Voor ons andere amateurs, dan is zo'n apparaat natuurlijk ver buiten de picture, maar je moet niet vergeten dat op een bepaald moment je metingen moet verantwoorden. En dan heb je dit gewoon geheid nodig, dus dan huur je maar in, zoiets. Als het geëikt moet zijn, nou je kent al die stukken. Maar dank voor die toelichting. Ik los ook allerlei metingen op, zoals wat ik vertelde over dat ik die fluxdichtheid gemeten heb met die permeability. Nou, ik heb dan zelf in mijn studententijd logaritmische versterkers gebouwd. Die gaan tot min 100 decibel. Het is een logaritmische versterker, de uitgangsspanning is de logaritme van het ingangssignaal. En dat is helemaal geëikt en gedaan en dat kastje staat nog steeds bij mij. En daarmee kon ik dus die trafo's doormeten om dat werk te doen. Want anders kan ik het schurren. He, want dan moet je, hoezo, een spleet in de kern, daar een fluxmeter in. Ja, dan is die trafo alweer naar de mallemoesen. Dus je moet het afgeleid meten. Nou, wat je dan aan storingen en ellende tegenkomt. Och, jongen, ja. Dikke ellende. Goed, maar ik vind het dus zinvol. Hè? Dus je moet ook openstaan voor niet dat duur alleen maar goed is, maar soms dat lekkere gevoel van dat je denkt van ja, kan ik een meting bedenken? En met de apparatuur die je dan hebt. Dat is toch hartstikke mooi. Vind ik heel goed. Nog meer vragen? Ja, we hebben nog niet gesproken bij de voorversterking van één versterkers over al dan niet de voor- en nadelen van zeg maar asymmetrisch of symmetrisch ingang. Hè? De professionele kring is altijd... Ja. Symmetrisch om de welbekende reden. Maar vanuit het technisch, hoe is jouw ervaring? Mijn ervaring is dat gebalanceerd doorgaans toch ook zijn bezwaren heeft. Ten meer dat je bij een differentiaal ingang de normale dan altijd met je transfercurve zit, die heel beperkt is. Dan kost je die bij de ingang. Dat is een hoop te niet doen. Heb je daar zo wat op? Mijn ervaring professioneel, en dan zit ik dus in de geluidstechniek en in de opnametechniek, is dat er geen twijfel aan bestaat aan dat je symmetrisch moet werken. En dat is gewoon omdat je daarmee het beste alle stoorinvloeden uitoefent. En in de huiskamersituatie of in de luistersituatie, er is geen twijfel aan dat je daar extreem grote aardeproblemen hebt en lekstromen in je systeem. En de manier waarop een DA-converter ontkoppeld is naar het lichtnet toe alleen al en de stoorsignalen afgeleid worden. En dan koppel je weer een apparaat aan wat meer aan de neutrale van de aarde hangt. En dan weer een ander apparaat wat meer aan de line van... Jongen, er loopt toch een rotstromen lopen daardoor? Nou, soms... Ben ik zo rigoureus, dat heb ik ingebouwd in mijn luisterkamer, dat ik alle verbruikers, en dat zijn er veel, die heb ik in groepen verdeeld. En één groep is deze versterker met de cd. En de rest gaat allemaal uit. En dan ga ik luisteren. Nou, levensgroot verschil. En dan doe ik de rest weer aan. En dat zijn doorkoppelingen, zitten erin van een mengpaneel of wat dan ook. En dan... Per groep inschakelen daalt de geluidskwaliteit. Dus de asymmetrisch kan, maar doe dan ook alleen maar dat aangesloten wat voor de primaire geluidsweergave nodig is. Dat is mijn ervaring. En ik heb die ground currents ook wel eens gemeten. Ja, het is niet het lichtnet, het is tussen de apparaten onderling al. Het is wezenloos wat je daar aan ellende tegenkomt. En hoe kun je het meten? Je kunt het meten door een draad te nemen, een lichtnetdraad, even van elkaar af te trekken. En over eentje leg je even een spoeltje in dat versterkje. En dan kun je één fase kun je bekijken. Nou, wat je aan ellende ziet, jongen. Een stroomstalletje in de uiteinde. Ja.
Ja. Je had achter je ook een symmetrisch systeem, hè? Ja. Scanningstafel symmetrisch. Ja. Ja. Maar het is de digitale apparatuur koppelt anders ontstoring technisch af dan de analoge apparatuur. Want de digitale gaat midden tussen de twee lijnen inhangen en creëert daar een aarde. Ik denk die geschakelde voeding ook een probleem mee. Ja. 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 Ik heb een opdracht gekregen van Polyhymnia in Baarn, dat is jaren geleden, om daar scheidingstrafo's aan te leggen. Ik was de enige die ze kon maken met ringkernen. En toen hebben we scheidingstrafo's aangelegd per opnameruimte, twee trafo's. Eentje was voor het digitale circuit en eentje was voor het analoge circuit. En die ontmoeten elkaar pas weer bij de pin die de aarde inging. En op die manier hebben we geprobeerd die kruipstromen en ellende binnen al die circuits te minimaliseren. We hebben ook een meetmethodiek ontwikkeld, wat ik net vertelde, met die draadsplits en erom. En dus konden we het ook echt meten. En dus konden we zo de stekkers inpluggen dat het geminimaliseerd werd. Ik ben onlangs nog bij Philips Technical, heette dat vroeger, Polyhymnia geweest. En Pentatone heet het nu, ja. En gelukkig hangen al die trafo's er nog, dus dat is allemaal niet verdwenen. En dat is een heel mooi systeem, ja. Duur systeem. Nog meer vragen? Ja. Ik heb gezien dat er een nieuw trafo-design, of een trafo-design, een verstrekker-design te maken, dat hier in gepubliceerd. Ja. Is daar nog iets over te vertellen? Je gaat ook weer een andere richting uit zien? Nee. Nee, ik ga helemaal niet een andere richting uit. Die gidstrafo's, daarvan is mijn overweging. Ben ik in staat om voor een redelijke prijs, één, want mijn ringkernen zijn duur, dus voor een redelijke prijs, een trafo te fabriceren die universeel inzetbaar is, twee, en die tot 20 kHz zich vlekkeloos gedraagt, drie. En waar je hem toepast, dat mag je bij gitaarapparatuur doen of bij hi-fi of wat dan ook. Maar aan die voorwaarden moest voldaan worden. En ook dan nog een hoge primaire zelfinductie en dan ook nog weinig warmteverlies door de ohmse weerstand in dat ding. Nou, dat ontwikkelen heeft een tijdje geduurd. Het zoeken van een goede fabrikant heeft nog veel langer geduurd. En het realiseren van een betaalbare prijs, dat is een voortdurende strijd. Want die fabrikant wil niets anders dan alleen maar die prijs verhogen. Daar heeft hij ook alle redenen voor, want hij ziet dat de trafo succesvol is, dus hij wil ook graag meer verdienen. Dus ja, ach. En er zijn nog heel veel argumenten meer, maar je moet de doelstelling goed in de gaten houden. Deze trafo, die versterker, die klinkt verdomde mooi. Hij is open loop, geen tegenkoppeling of niks. Kan zich meten met deze benadering. Maar zodra ik er tegenkoppeling in wil doen, of ik wil boven de 20 kHz werken, of ik wil veel breedbandige dingen doen, dan zegt hij, daarvoor was ik niet ontworpen. Hè? Dus geen tegenkoppeling, tot 20 kHz, vol vermogen, mooi staal gebruikt, micro details, allemaal, hè? Want zo heb ik dat ook daar uitgezocht. Klopt allemaal, maar verwacht niks boven 20 kHz. En als je hem eens een keer zou willen horen, dan kan dat. Want ik heb altijd de laatste zaterdag van de maand, 's middags, in Zwolle, in mijn laboratorium, heb ik een open dag. Nou, daar komen nu gemiddeld 40, 50 man gezellig luisteren en kletsen en zo. Het zijn oud-studenten van die opleiding van mij, ook Tube Society. En dat krioelt er allemaal door elkaar heen. Maar dan kun je het eens horen. En op afspraak doe ik niet meer, want ja, ik heb ook een agenda. Ik heb ook werk te doen en zo. Dus alleen die laatste zaterdagmiddag van de maand, dan kan het altijd. Kun je nog iets vertellen over, net in de pauze bespraak, de koppeling van de vraag aan de cathodes? Bijvoorbeeld bij Pushpool of bij Triodic met je ervaringen. En de tweede ook iets over de cathode tegenkoppeling, zoals ook klotten toepaste destijds. Ja, en zoals ik het nu ook in die publicatie toepas. Eerst even, als je gaat koppelen, uitkoppelen aan de cathodes, dan verlaag je je RG heel sterk. En dan komt de trafo in een gunstiger bereik. Dan wordt het frequentiebereik groter, de oplossing van microdetails wordt beter, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alleen de versterker is wat moeilijker aan te sturen. Nou, wikken en wegen. Dan de tweede vraag over het toepassen van kathode tegenkoppeling. Dat kan, maar... tricky.
Want als de faseverschuiving tussen de primaire en de secundaire te groot wordt, dan kan die een oscillator worden. Dus de trafo moet wel behoorlijk goed zijn in het frequentiedomein, wil je dat foutloos doen. Dan is mijn supertriode schakeling, dus van de anode terug naar het stuurrooster, is efficiënter. Die is beter, die is veel schoner. Nog meer vragen? Ja, Peter, achterin. Ik heb de indruk dat je ooit samengewerkt hebt met meneer Toezelek. Ja. Wil je vertellen wat dat waar dat over ging? Pierre Toezelek en ik, Pierre werkt in de ruimtevaarttechnologie en ontwikkelt daar triltafels waar ruimtesondes aan onderworpen worden voordat ze het heelal in mogen. Vanwege de krachten die ze ondervinden bij het afschieten. Pierre is ontzettend goed in het modelleren. Dus Pierre heeft allerlei mathematische modellen bedacht over buizen en over trafo's en dergelijke. Daar heb ik ook al een programmatuur van. En hij is mathematisch gewoon kei. Maar Pierre is geen ervaringskei. Maar als wij met z'n tweeën bij elkaar gaan zitten, dan krijgen we de kracht van mathematiek en de kracht van ervaring. En dan gebeuren er hele mooie dingen. We hebben bijvoorbeeld ook daar low-level signal permeability onderzocht. En dat is ook een paper geworden. En die paper die ik net aan jullie presenteerde is een vervolg daarop eigenlijk. Want dit hadden we in de mathematiek nog niet voldoende onderzocht. Ik heb een hoofdstukje in toegelegd. Wat leuk. Gewoon omdat ze een mathematisch model Ja. Dat is helemaal niet hoor. Nee, maar Pierre is een hele goede jongen. Hij gaat... Dus dan moet je binnenkort met je boek uitkomen. In september gaat hij met pensioen. Mooi cadeau. Leuk, leuk. Nee, is goed. Heel goed. Nou dacht ik daar voor mij links bij jou nog een vraag te zien. Ja, ik heb het heel simpel vraag. Is spreidingsevident? Dus hoe kan ik dat meten? Moet ik stikken in de kost uit en hoe primair? Ja, dat is één methode, maar dat vind ik geen goede methode. De eenvoudigste methode is dat je een toongenerator aansluit op de secundaire. En niks aansluit op de primaire. En die toongenerator moet je niet rechtstreeks op de secundaire aansluiten, maar er moet even een weerstandje tussen waar je een voltmeter overheen zet. Dan draai je de frequentie van de toongenerator op en dan zul je zien dat de stroom afneemt en op een bepaald moment een minimum vormt. En daarna weer toeneemt en een maximum vormt. Schrijf de frequentie van dat maximum op. Dat noem ik F1. Dan zet je parallel aan de primaire een extra condensator van 1000 picofarad. Over de hele primaire. Dan herhaal je de meting en dan zul je zien dat maximum lager is gekomen. Dat noem ik F2. Die F1, die is 1 gedeeld door 2 pi wortel LSP CIP. Die F2 is 1 gedeeld door 2 pi wortel LSP maal CIP plus die extra capaciteit. Dus kun je alles berekenen. Ja? Ja, 2 vergelijkingen, 2 onbekende is oplosbaar, je bent eruit. Je moet even tijd nemen om die methode te verfijnen. Want je moet aan voorwaarden voldoen dat stoorspanningen niet kunnen doordringen. Dus je moet, ik vertel het zo even in de lucht, maar je moet hem wel even heel precies dimensioneren. En
Deze methode die geeft meer een audio-achtige LSP-CEP-waarde, terwijl de kortsluitmethode niet rekening houdt met dat het audiosignaal soms niet over de hele winding staat, maar dat één kant aan aarde hangt of zo, bij single-ended, noem maar op. Nou, mijn methode die ik hier vertel, die is iets betrouwbaarder daarin. En de afwijking van de kortsluitmethode is dat mijn methode ongeveer 20% lagere waarde geeft. Dus je mag ook de kortsluitmethode gebruiken. Ja. Nog meer vragen? Ik heb veel voedingen. Met buizenvoeden of met gewone diodes. Wat is jouw bevinding daarmee? Is het zinvol om op een stoel te stijgen met de buizen te voeden? En met een spoorspoel bijvoorbeeld? Ja, daar zijn de meningen heel erg verdeeld over. En ik ben daar dus. Ik geef mijn mening. Dus wat iedereen zegt, dat zoek je maar op het internet. Ik geef nu mijn mening. Gewoon diodes gebruiken, goede ontratelcondensatoren eroverheen. Klaar. En nog iets wat heel belangrijk is, dat teken ik dan even. Kijk, hier heb je die trafo. Als je het kunt, als het past, probeer dan even hier een weerstand voor te zetten. En dan krijg je hier die diodebrug. Doe hier hetzelfde. En doe dit. Dan hou je de meeste kloterij van storing van die secundaire hou je tegen hier. En dan kun je over die diodes, dan kun je allemaal weer condensatortjes zetten. Ik heb, mijn ervaring is dat ik hiermee al zulke goede successen boek dat ik me verder niet meer druk maak. En je ziet het in deze versterker. Ook als je straks kijkt, dan zie je de zekering en dan die twee voorweerstanden, die twee condensatoren, die zie je overduidelijk aanwezig. En dan pas ga ik de diodes in. Kijk straks maar even, dat je het ziet. Ja. Dit werkt bij mij altijd goed. En als iemand een buizengelijkrichter met alle verliezen die erin optreden mooi vindt, klinken fijn. Als iemand een smoorspoel mooi vindt, klinken fijn. Ik snap ook waarom. Maar als ik hier zo'n bulk van een smoorspoel in moet zetten, dan denk ik, bekijk het. Ja, ik maak ze zelf en ik verkoop ze ook nog. Maar ik heb soms zo de pest aan die grote bakken staal. Ja, die maak ik, ja. Ja, ja. Die maak ik. Daarom. Nog meer vragen? Mijn heren, hoe gaat het ook alweer? Zo. Daarmee sluit ik het af. Ik dank u voor uw aandacht. Evaluatie van u. Ja, dat moet jij zeggen. Belangrijk, waar wij ontzettend veel informatie uit halen. Ja, toch weer een masterclass organiseren. Heel graag. Bedankt voor Roland Zwart. Ja, ook bedankt voor het Mag bij mij achter. Thank you.